We zijn bij de Gasthuishoeve in Sint-Toederode om te kijken hoe een klomp samen kan gaan met 3D-printtechnologie om het later in massaproductie te brengen. Hoe geef je de klomp een toekomst? Nou, de klomp kun je een toekomst geven door de waarden die allemaal in die klomp zitten, maar die we vaak niet meer weten te waarderen, om die opnieuw weer tot waarde te brengen. Als je een klomp maakt die zoltjes heeft, die op maat geprint zijn, dan kun je dus een podotherapeutische klomp van maken. En dan is je meer dan 200 euro waard. Als je dat doet, dan heb je op die manier weer dat je een klomp goed in de markt kunt zetten en er ook een stukje geld mee kunt verdienen. En met het geld wat je mee verdient, hebben wij hier ook vandaag de initiatief De Klompenwerkplaats van de Toekomst. Om ook een afdracht te doen naar het landschapsfonds, waardoor die populieren weer terugkomen in het landschap, behouden blijven. En daarmee ook mensen in de toekomst nog steeds van het landschap kunnen blijven houden. Als je naar de toekomst kijkt, dan zou je dat misschien op een aantal verschillende manieren kunnen doen. En dat is het moment wat ik Erik tegenkwam en we daarover gingen nadenken. En vanuit mijn ervaring, we hadden vroeger mensen van Philips in de werkplaats die klompen kwamen schilderen. En daardoor een soort dagritme kregen. Die mensen waren overspannen, heette dat toen. Nou, dat was één van de dingen. Daar werken we nu samen met René van der Westerlaken van Campus Westerwind. Die mensen van ASML bijvoorbeeld heeft, die even een tijdje het wat rustiger aan moeten doen. Nou, die kunnen prima zeg maar, ingezet worden in een klompenwerkplaats. Maar ook hebben we met studenten nagedacht van hoe zouden die klompen eruit kunnen zien in de toekomst. Nou, dan komen dit soort van modellen eigenlijk naar voren. Gaan die dan allemaal gemaakt worden? Nee. Maar daardoor ga je wel een soort van toekomstbeeld krijgen van oké, dit is het. Maar dit moet je zien als papiergeld. En dat papiergeld heeft alleen maar waarde als je ook een soort Fort Knox hebt waar goud ligt. De eer is aan jou, man. Deze klomp die je hier ziet, die is dus gemaakt volledig uit biologische materialen. Er zit deels hout in verwerkt, hout wat vrijkomt bij het kappen van de populieren. Nou, en daarnaast heb je er ook nog plastics in zitten op dit moment. Die hebben we nodig om te verlijmen. Maar dat zijn weer plastics die ook uit de landbouw komen, vanuit aardappelzetmeel en vanuit suiker. Toekomst, dan willen we echt nog kijken om nog meer en meer van het hout, wat nu vaak dan eigenlijk gebruikt wordt als snippers om tot biomassa te verstoken, dat we dat een stapje hoger krijgen op de waardeketen en dat ze dus weer gebruikt worden in klompen. En dan moet je ook voorstellen, dit kan straks een klomp op maat worden voor mensen die dus op basis van hun voeten die gescand zijn dan een klomp printen. En dat zijn voor medewerkers in de kenniswerkers, bijvoorbeeld bij ASML, die in de cleanrooms werken, daar kan dit uitstekend gebruikt worden, of in de ziekenhuizen. Orthopedisch is een aanpassing aan een schoen brengen, zodat je makkelijker kan lopen. Daar hebben wij een ontwikkeling in gedaan, modern gedacht en gaan printen. We hebben steunzolen gepakt als basis. Een project gekregen, gesubsidieerd, om daar uit te zoeken of daar geprint kon worden. Dus of daar steunzolen op een manier zoals we die nu maken, maar dan ook printen, zeg maar. Een stuk milieuvriendelijker en dergelijke. Maar dat je hem echt commercieel weg kunt gaan printen, zeg maar. Dat je hem, denk ik dat je nog wel een jaar of 4, 5 verder bent met onderzoek. Dat je het echt helemaal goed voor elkaar hebt. Elke klomp is anders en elke steunzool is ook anders, of elke voet is anders, laat ik het zo zeggen. En nou ja, het moeilijke is, hoe krijg je nou een universele zool, of ja, een zool die elke keer anders is, in een klomp die elke keer anders is. Kijk, en dan moet je, ja, je op de achtergrond of ja, op de ICT-basis is het moeilijk om natuurlijk te kijken dat het altijd gaat passen. Want ja, als je bijvoorbeeld maat 35 hebt en je hebt iets heel apart van de hak van je voeten, en dan moet er natuurlijk wel gecorrigeerd worden en dan moet ook weer in de klomp kunnen passen. En daar ligt echt de grootste uitdaging van hoe maak je het nou passend in een klomp, want het is gewoon altijd anders. Het is natuurlijk iets van deze tijd, hè? Dat is een ontwikkeling die, ik heb straks met iemand gesproken die ermee bezig was, die zegt nou, dat duurt misschien 5, 10 jaar dat daar een beetje beter zicht op komt, maar dat is toch wel de toekomst. Dus ja, dan denk ik, dan moet de toekomst moet niet terugkijken, maar vooruitkijken. Dus ja. Yeah.
is maat 44, 28,5. En de combinatie hier in deze prachtige werkplaats, waar beide systemen bij elkaar staan. De ouderwetse klompenmakerij en de nieuwe 3D-printer. Ja, ouderwets is dit al niet meer, hè, want vroeger was het met de hand. Hè. Maar goed, dit is al machinaal. Maar ik wil zeggen, met zijn printer, ja, dat is natuurlijk dat de mensen kunnen zien, nou, dat was vroeger en dat is nou. Dat is natuurlijk geweldig en ik vind dat het goed is dat er dus een dingen nou zijn, want anders verwatert dat gelijk op een gegeven moment. En dan kunnen we over 10, 20 jaar zeggen, ja, dat waren toen klompenmachines en dat was toen en hoe zag dat uit? Dat kunnen nou de mensen nog zien.